Welkom terug bij Z2Day. Een lage olieprijs, westerse sancties, een ingestorte roebel. Het zijn zware tijden voor de Russische economie. En hoe zwaar? Dat werd vandaag bekend. Na jaren van eerst flinke, daarna matige groei, was er afgelopen jaar een stevige krimp van maar liefst 3,7%. Ilko Hilterman, dat is even schrikken daar in Rusland. Oorzaken, ik denk drie. Olie en nog eens olie. Of ja, gas, gas en nog eens gas, hoe je wilt. Het belang van olie en gas kan niet onderschat worden in Rusland. Bijna 60% van de export in Rusland bestaat uit olie of olieproducten. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk altijd de Dutch disease gehad, hè? Onze te grote afhankelijkheid van de gasbel in Groningen. En je zou kunnen zeggen dat Rusland een Russian disease heeft. En die is vele malen erger. Ja, doen ze daar niks aan? Nee, zeggen Rusland-deskundigen. Waaronder onze huisanalist, mag ik bijna wel zeggen, Sybrit de Jong van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Luister maar. We horen al sinds jaar en dag allerlei mooie verhalen over dat Rusland haar economie zou moderniseren. Het gedeelte wat ze verdienen aan olie zouden terugbrengen, et cetera. Maar daar is eigenlijk tot op heden niks van terechtgekomen. En het punt is ook, ze hebben natuurlijk 10 jaar de tijd gehad waarin de prijs hoog was en ze hebben er helemaal niks aan gedaan. Nou, economische krimp dus. Hoe ernstig is nu de situatie voor die Russische economie? Nou, die economie zit echt in de problemen, hoor. Ik heb een paar cijfers die dat aangeven op een rij gezet. Maar we beginnen eventjes met de inflatie. Nou, in Europa proberen die een beetje aan te jagen. Daar hebben ze in Rusland niet zoveel problemen mee. Bijna 16% inflatie in Rusland in 2015 is dit gemiddelde cijfer. Kijken we eventjes naar de rente die Russen moeten betalen op hun 10 jaar staatsobligaties. In Nederland zo'n 0,6% op dit moment. Nou, daar maar 10 procentpunten bij in Rusland. Zeg ik dat goed? 100 procentpunten zijn dat, geloof ik. 10,6% in ieder geval. Ja, hupsakee. In ieder geval heel erg veel. En dan de roebel. Ja, die is in 2 jaar tijd ten opzichte van de dollar is dit met 60% in waarde gedaald. Maar Matthijs, hoe houdbaar is zoiets nou eigenlijk? Nou, als je die plaatjes ziet, ze hebben natuurlijk allemaal met elkaar te maken, hè? Die roebel is hard gedaald, daardoor is de import veel duurder geworden voor Russen. Dat zorgt voor die hoge inflatie. En dan zegt de centrale bank, inflatie, help. We willen de roebel een beetje steunen. We gooien de rente heel erg omhoog. Dus, maar dit hoort een beetje bij wat je toch elke paar jaar ziet in emerging markets, in opkomende economieën. Gewoon een run op de munt, een run op het land. Het is eigenlijk niks bijzonders wat er gebeurt, maar wel dat het zo dichtbij gebeurt. Maar het doet wel pijn, denk ik, voor de Russen bijvoorbeeld. Nee, dat doet heel veel pijn. En je ziet ook meteen dat de politiek, want dat is het verschil, in Rusland treedt de politiek dan op. Hè? Vadertje staat moet daar de boel helpen. En die is nu ruzie aan het maken met de centrale bank. Van centrale bank kan die rente niet wat lager. Want dan kunnen we tenminste wat makkelijker weer wat economische groei krijgen. Maar de centrale bank zegt, wij moeten die inflatie bestrijden. Dus je ziet ook meteen dat alle economische instituties gaan eroderen als die dit soort cijfers krijgen. Nou, wat betekent dit voor de baas van Rusland, Vladimir Poetin, om hem zo maar even te noemen? Ja, nou, het is moeilijk te zeggen wat voor gevolgen dit echt kan hebben voor het regime daar. We horen al wel dat er her en der wat stakingen plaatsvinden, echt arbeidsconflicten ontstaan. Dus Rusland natuurlijk wat minder gebruikelijk dan hier in Europa om zo je stem te laten horen. Dat is misschien wel een veegteken aan de wand. Ja, aan de andere kant, Poetin kiest natuurlijk heel erg voor de propagandalijn dat het allemaal de schuld van het Westen is. Hè, die anti-westerse houding. Ja, en die slaat daar wel heel erg aan. Ze creëren als het ware een gemeenschappelijke vijand voor alle malaise. Nou, dat zijn wij. Hebben ook sancties ingesteld natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat heeft ook weer een reden. Ja. Alleen ja, in Rusland zijn wij dan natuurlijk de boeman, terwijl wij misschien meer Rusland als boeman zien. Hoe dan ook, het gaat wel een keer veranderen, die mentaliteit, denkt Sybrit de Jong. Het verzwakt de Russische regering wel degelijk. Maar het is niet zo dat er een kritieke massa is aan mensen die het aftreden van Poetin zouden eisen. Dat is er niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat op termijn, als dit jarenlang aanhoudt, dat het op een gegeven moment natuurlijk wel richting verkiezingen wel vervelend kan gaan worden. Dan zal het wel een rol van betekenis gaan spelen, dat absoluut. Ja, en overigens kwamen de Russen volgens Reuters in ieder geval gaan ze iets proberen te doen aan de slechte economie, namelijk een investeringspakket van 1,7 miljard euro, geloof ik, of dollar vanaf wezen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niets. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. De Chinezen hebben het ooit gedaan met 500 miljard. Even ter vergelijking. Ja, ook niet geholpen. Zo'n groot land als Rusland, zo'n grote economie. Ja, 1,7 miljard, dat is natuurlijk echt heel niets. Hebben wij er nog last van dat die Russische economie krimpt of niet? Doen wij nog veel? We hebben toch die boycott nu? Dus ja, daarom. We hebben sancties ingesteld tegen Rusland. Dat was in de zomer van vorig jaar, of 2 jaar geleden, 2014. Ja, en die hebben die handel met Rusland al flink geraakt. Ik heb even wat cijfers opgezocht vandaag. In 2013, dus het laatste jaar voor die sancties, bedroeg onze export richting Rusland bijna 7 miljard euro. En vorig jaar tot en met oktober, want cijfers van november en december hadden we nog niet, maar tot en met oktober ging het om 3,5 miljard euro. Dus dat is bijna de helft van 2 jaar eerder. Heeft op onze totale economie dan weer niet zoveel invloed. Want wij voeren voor meer dan 500 miljard uit,
maar vooral aan landen direct om ons heen, aan Duitsland dan bijvoorbeeld. Welke landen het wel gaan merken, zijn de landen direct om Rusland heen. Denk aan de Baltische Staten, denk aan Kazachstan, denk aan Polen. Ja, die gaan hier wel echt flink veel last van hebben. Een deel van onze export, peertjes, appeltjes, die gaan gewoon nu als Wit-Russische appeltjes. Ja, precies, er zijn ook nog wel trucjes om die sancties. Ander plakketje erop en dan... Japan wordt zelfs gebruikt voor spullen. En de Turkije is ook een goede witwasser voor Europese. Maar Turkije werkt nu niet meer, want die hebben nu weer hun eigen sancties gekregen. Dankjewel, Ilko. In onze